그래서 네 마음이야.
Thank you.
for look at least 100 years older than me. And you know, I never forget what I heard the old man say as he fell down on his knees. Thank you.
点。
Pamela, Gerald, Sandra, Dee, Samira, want ze kan ons volgen, Ashley, Shane, Johara, Gairi, César, Nasia en Amber. En alle die met jullie verbonden zijn en die bij jullie horen, lieve familie van Joyce, lieve vrienden en vriendinnen van Joyce, lieve topvrienden van Joyce, dames en heren. Ik sta hier met knikkende knieën en zou het liefst een gebed willen doen en een uur in de stilte met u willen zijn om te verwerken de onwerkelijkheid van de werkelijkheid van het heengaan van Joyce. Maar dat is niet afgesproken en ik zal me houden aan de gemaakte afspraken. Ik ben Karin, ik ben geen geestelijke, ik ben een mens zoals u, met tekortkomingen, met vervelende eigenschappen. Maar ik probeer elke dag vanuit een diep geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Geest te leven en te vragen met te leiden in alles wat ik doe. Daarom kan ik hier staan en samen met u deze uitvaartplechtigheid van Joyce realiseren. Weet u, geloven is een woord met ontzettend veel betekenissen en vele invalshoeken. Eén invalshoek is een zeer persoonlijke, namelijk de persoonlijke relatie die elk mens op zijn wijze kan opbouwen met onze schepper. Een andere invalshoek is er ook één waar ik helemaal achter sta. En dat is dat geloven een actiewerkwoord is. Doen. Geloven is in mijn perceptie naast de persoonlijke relatie met God, met Christus, zichtbaar maken, proberen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd. Liefde geven. Goed doen. Mensen niet bewust pijn doen. Helpen waar je kan. Ook de mensen met wie je moeite hebt, met respect behandelen. Het is geloof. Het is niet makkelijk, maar het is een uitdaging die voldoening geeft. Ik mocht, net als u en velen hier, Joyce heel lang kennen. En geloofde man. Voor zover ik als mens, als vriendin, kan en mag beoordelen, she did her utmost. Omdat wat ik net verwoord heb, in de praktijk te brengen. Niet alleen voor de kinderen, niet alleen voor de kleinkinderen, schoolkinderen en de naaste familie, voor al de vrienden, vriendinnen en alle mensen om me heen. In die zekerheid dat Joyce geloof heeft uitgedragen op haar liefdevolle eigen wijze, vervolgen we deze uitvaartplechtigheid met de bede dat God de Schepper hier aanwezig is en ons zal leiden vandaag en alle dagen. Amen. Mag ik Conchita Berggraaf uitnodigen om voor ons te zingen Nieuwe Woord. He, O Lord, the sound of my for the glory of you.
or else I pray that loneliness is gone when I'm awake. Hear, oh Lord, the sound of my for the glory of you, oh, hear, oh, Lord, and answer. In you, oh, Lord, I place my care and all my troubles too. The sound of my call. Hear, O Lord, and have mercy. My soul is longing for the glory of you. Oh, hear, O Lord, and Chopin was een van Joyce haar geliefde bezigheden. Elke week, soms wel meerdere keren per week. Hanky, Ray, Charlie, John en vele anderen weten dat alles van. Mag ik namens de Chokkers, Charles, Charlie de Bak uitnodigen om iets met ons te delen over Joyce en John. Beste familie, vrienden en kennissen, het is mij een ware eer hier te worden staan. Ik moet wel één kleine toevoeging meedoen voordat ik overga om daadwerkelijk over het topic te maken. Het zetwerveltje heeft andermaal van zich niet blijken. Er is een naam uit de advertentie weggevallen en dat was wel van een van haar beste vrienden, Roberto. Nu over naar de vrijdagmiddag rond 4:15. De garagedeur rolt langzaam naar beneden. Hanky staat met een draaiende motor voor de deur en de poort gaat vervolgens dicht. Plots, al roepend en rennend, komt Abdul van achteren aan. Mevrouw, mevrouw, er is een hele grote legio aan je huis. Joyce kijkt om. Doe hem de groeten. Ik ga chokken en zie wat je ermee doet. Een grote smile verlaat zijn aangezicht. Dat is Joyce die dan bezig gaat aan een van haar passies in het leven. Een week later druppelen Joan, Hanky en ondergetekende bij haar binnen. Ja, Charles, 1700 uur, want zij was altijd op tijd. De tafel staat klaar en de stenen liggen net als de kiezers erop. Bij elke of op elke bijzettafel staat datgene wat de spelers aan het begin nodig hebben. Een flesje koud water of een handje grote jug met water, een kopje thee voor mij en een flesje bier, u mag raden voor wie.
de snoepers een suikervrije chocolade. Wie vaart je op het keukenblok stonden de bekende diversenshalen, welke altijd wel een verrassing in zich verborgen. Die dag had ze de volledig gemubileerde vuurtoren en als klap op de vuurpijl een echte, ja, echte pepperpot klaargemaakt. Die middag, welke hand die Joor en ik als laatste met haar hebben mogen spelen, heeft ze ons echt alle hoeken van de tafel laten zien. Bijna beschaamd, zoals ze is natuurlijk, nam ze haar winst in ontvangst. Na met z'n allen de boel te hebben opgeruimd, vroeg ze wat ze de volgende week klaar moest maken. Hetzelfde klonk het in koor. Het zou in de zaterdag jaren zijn. Zo naamboos zonder het te kunnen bevinden, afscheid van een van de prachtigste vrouwen die in mijn leven nog tien. Joyce komend uit het oosten, al reizend via het zuiden, langs het westen en het noorden terug naar het oosten, waar ze het pad van het eeuwige oosten heeft getreden. Wie voor Atatra, Sartalo Iyu, Sobhuvi, wie nog even bieden, nu wie doen. Dit namens alle jongens met wie ze ooit aan tafel heeft gezeten en met wie ze het spel met haar ziel, hart en ziel heeft gespeeld en vastgenoten.